Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplazen.nl. Op de satellietfoto is het amper te zien, maar dicht bij de grond hangen nog wolkenvelden en die lossen geleidelijk op. Daardoor krijgen we in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen zonneschijn. Naast de Noordkust en in het zuiden is de zon al behoorlijk aan het schijnen. Vanmiddag dan in de grootte van het land, een flinke periode met zon, het is dan echt heerlijk weer. Temperaturen 15 tot 17 graden staat niet al te veel wind in het binnenland. Aan zee windkracht 3 tot 4. Daardoor wordt het op de waddeneilanden eilanden hooguit 12 of 13 graden. Ook vanavond nog een heerlijke lenteavond, met halverwege de avond temperatuur van zo'n 10 tot 15 graden. En de zon die blijft flink schijnen totdat ze ondergaat. Morgen is de wind er van Noordoost naar Zuidwest gedraaid, stroomt de warmere lucht het land in, binnen. En u ziet het: temperaturen in een de groot deel van het land dan 20, lokaal 21 graden. Ook op de Wadden wordt het flink warmer. Morgenavond misschien een eerste bui, en dat geeft de start aan van een veel wisselvalliger weer. Zaterdag, zondag en maandag hebben we de paraplu van tijd tot tijd nodig. De wind neemt in kracht toe en het kwik begint te dalen. Op Koningsdag is het slechts 10 tot 12 graden. Dat is toch heel wat anders dan die 20 graden van morgen. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl.